lijntjes, die hebben een kleinere slag. Dus die draaien minder makkelijk. Maar ze kunnen wel. Dankjewel voor het komen. Fijne dag met de kunst verder.
weet ik eigenlijk heel precies, omdat het dus met zoiets als ik bijvoorbeeld dit maak, dat gaat met scherp zand. Ik ga gelijk beginnen hoor. Ja. Tjoep. Ritmes. Ik ben nog niet echt begonnen, dus ik moet alles nog zoeken. Ja, dat is ongepast. Nou, dit stuk knippen we eruit. Maar gaat het hier overheen doen dan? Zo ligt op een hele logische plek. Oh, ja. Zo. Je bent niet zenuwachtig, toch? Ik niet. Maar dit is nog in progress dan, dus. Ja, dit is dus Oh, ja. Gewoon de verf die ik aan het eind van de dag overhaal, die schep ik dan in die pool. Ja. En dan gooi ik scherp zand bij, dat is dus cementzand. En dan krijg je dit papje. Kijk. Dan ga je de pretmes op een bepaalde manier. En dan kan je hier zien. Ja, dan ga je gewoon eventueel. Dan ga je zo doen, zo. Oké. Dus dan doe jij, volgende laag. Eventueel kan je dat nog een beetje wegvegen zo, dan krijg je hele gekke. En u bepaalt van tevoren de kleur of gaat u eerst met grijs doen en wordt het later kleur? Als je alle kleuren bij elkaar gooit, dus primair, secundaire kleur bij elkaar, dan krijg je al die grijs. Ja. Dus dat kan je hier ook weer zien. Ja. Doe je meer blauw, krijg je blauwgrijs, meer rood, roodgrijs. Maar het is niet zo dat u eerst een laag van dat doet dus? Van dat, om maar, tot, tot deze structuur te komen. Ja, als je dus naar mijn schilderij kijkt, dan begin ik bij een basis, bij het hart. Hè, dus als je komt, dan boem, dat moet het worden. Oh, ja. Hier, ja. Ja, dus. En dan begin ik met het slaghout. Kijk, dat heb ik wel van al. Dus de verf is ook de lijn. Dat is wel lekker. Dus ik ga dit meestal donker maken. Van tevoren even, waar moet ik hem hebben? Hier, hier, daar, daar. Kijk, en dan heb je dus, dit is gebrand slaghout. Oh, kijk. Slaghout? Slaghout, dus je hebt goud. Goud, oh, echt goud. Ja. Hè, dus, en slaghout. En dit is van metaal gemaakt en gebrand. Ja, ja, ja. Dus, en dat leg je dan zo hierop. En dan zo. Even blazen. En dan met een kwast, kan je dat dus van binnen naar buiten zo lekker uitstreken. Nou, dat wist ik niet. Ja. Nou, dan heb je dat. Dan heb ik hieronder wat donker. Dan ga ik wat ik niet nodig heb eraf halen. En dan ga ik met mijn mes zo. Overeen. Ja. In de vorm die ik wil hebben. Dat is natuurlijk even zo gezegd, maar dat is lastig om. Precies werk. Dus, en dan wordt dat het hart van het schilderij. Ja, dat is mooi. Ja. Zeg maar die richting van die snijdingen van de prins, van alle lijnen, bepaalt dat de kant gaat gewoon bewegen, die hout. En dan snijd je dat dan uit zelf? Ja, niet met hand, met machine eigenlijk. Wordt het ontworpen in 3D op computer en dan wordt het gewoon omgezet naar materiaal. En dan wordt het uiteindelijk gescheurd, gestold, gevormd en uiteindelijk ook geverfd of gelakt. In de vorm. En aan het begin was er kleding gerelateerd. Ja. En uiteindelijk is het wel meer in de vorm van objecten geworden, eigenlijk. Ja. Echt leuk. Ja. Kan je meer in die kant? Ja. En dat lukken ze maar overlaten. Oh ja.
heet verschuiving. Verschuiving, dat is de wereld, zeg maar, aan het verschuiven is. Zo komt het een hele grote, dat is er ook eentje van. Er wordt een hele grote. Nou, luister, Florie.